Oké, we gaan. Het zijn echt extreem moeilijke dilemma's, hè? Philip, dus hou je schrap. En anderen mogen je helpen als ze denken dat ze je hulp kunnen bieden. Okay. Het eerste dilemma wat ik je wil bieden is België of Nederland? Super moeilijk. Ja. Nee, België. België. Wat maakt. Is het Belgisch publiek ook? Ja, dat is toch thuis, hè? Er zijn heel veel dingen veel beter in Nederland. Hè. Jullie wegen zijn beter. Ons wegen, dat, ja. Die zijn heel, allee, in Oekraïne zeggen, zouden ze zeggen, dit is erover. Dat is echt... Allee, hè, Koen heeft al een paar keer heel goed Dakar gereden. Dat is omdat je bij ons kan oefenen op de autostrade. Dat is zo, ja. Maar toch, ja, België is thuis. Hè. België is thuis. Is het Belgisch publiek ook anders dan het Nederlands publiek? Ik merk daar niet zoveel verschil in. Het Nederlands publiek is misschien wat uitbundiger, maar... Is het voor jullie anders, optreden in België of Nederland, trouwens? Ik vind het een beetje hetzelfde. Eens het lukt, dan lukt het wel echt zo. Versta je? Dan zijn de mensen echt wel... Hier, uitbundiger dan? Jawel, maar je spreekt over... Heel minimaal. Zo, want in België zijn de mensen ook echt super enthousiast. Oké, we gaan naar tweede, dilemma 2. Boterham met de oud-collega's van de Koolruit of een avondje met de gabbers in de Ziggo Dome? Oh, een Ziggo Dome, ja. Ja, is wel echt niet moeilijk ook. Die is ook moeilijk, hè? Nee, maar ik zeg, het zijn echt duivelse dilemma's. Geen boterham, dus al, ja. Nee, ze hebben niks aan te verdienen daar bij de Koolruit. En daar, Ziggo Dome, hoeveel dagen heb je er nu al verkocht? Vier shows. Ja, 4 shows. En heb je, denk je wel eens na, want Ziggo Dome praat je over 15, 16.000 man. Ik probeer daar niet over na te denken. Want dan moet je heel klein speel je, terwijl je 16.000 man... moet bereiken. Is dat lastig, denk je? Ik denk het, ja. Maar ja, ik heb nu niet echt een carrière in Nederland, dus wat kan ik verliezen? Nou ja, we hebben wat beeld van jou, waarbij je praat trouwens over de Koolruit. Dat is in een iets kleiner gezelschap. Maar dan krijgen we een beetje een indruk van hoe je daar werkte. Zeg, Philippe, en zit je dan in de Koolruit gaan werken omdat je geen diploma had? Ik zeg, nee. Dat was een droom van mij. Van jongs af aan altijd in de Koolruit willen gaan werken. Nee, ik wou eigenlijk ontwikkelingswerk doen, maar ja, dat is dan zo lang vliegen. Hè. Je vliegt dan naar Afrika, je leert er een neger lezen. Vanaf dat die kunnen lezen, vluchten die naar hier voor hier in de Koolruit te komen werken. Ik dacht, kom, ik zal het hier niet eens zelf doen. Je stond daar te werken in een lange blauwe schort. Zo stond het daar te werken. Lange blauwe schort. Flesje oranje in het groot. Hier zo, in het groot, in het flesje oranje. Voor de mensen die niet zo goed kunnen zien. In het groot en in het flesje oranje. Op die lange blauwe schort. Pardon, meneer. Werkte jij hier? Nee, deze is een fetisch van mij. Ik heb hieronder ook niks om. Ik kon mij aftrekken op de boontjes dat in de klant staan. Inspiratiebron, hè, supermarkt. Dat blijkt dat was, zo. Dat is echt een groot cadeau geweest. Waarschijnlijk nog de komende 10 jaar ga je daar nog verhalen vandaan halen. Ik werk er al 10 jaar niet meer, maar... Nee, ja, nu, ik denk, nu, in de nieuwe show is er geen enkel grap over de Koolruit. Oké, dan gaan we gewoon naar de derde, je weet, moeilijke dilemma's. Dilemma 3, diepere stem zou je willen hebben of misschien een vollere haarbos? Moet het even niet wezen? Mm-hmm. Mag het ook een grotere penis? Dat wist ik niet, dat je daarmee zat. Of een combinatie, een diepere penis.